Petrus, niet voor engeltjes. Frankina 0 op 6 tegen Henk en tegen Bergen. Zie ik dat de honger op training voor een nieuwe driepunter en een tweede uitoverwinning groot is? Ja, de groep heeft goed gewerkt. Alleen spijt dat we na Mons veel jeugdinternationals hebben moeten missen. Het kwam daar nog bij dat Godot, Verboom en Hazard jeugdinternationals zijn. Dat maakt het dan ook niet gemakkelijker. De jongen was ook weg, dus dat zijn vier jongens die we aangetrokken hebben in de laatste dagen. We zijn daar zeer fier op, maar ze hebben niet zoveel kansen gekregen om zich in te trainen, zeg maar. Maar de honger is groot. We onthouden niet alleen de 0 op 6, want de 0 op 6 zal ons te negatief in het daglicht stellen naar de eerste zes matchen toe. We onthouden dat we mee in die top 5 staan. Dat is een betere motivatie, want ik vind dat de groep tot nu toe heel hard gewerkt heeft. En nu zitten we in een nieuwe reeks matchen die zich niet gemakkelijk aankonden. Leuven is een hele goede ploeg. We hebben 2-3 matchen zeer nauwkeurig geanalyseerd en het is een ploeg met toch wel wat kwaliteiten. Ze hebben nog niet verloren thuis. Henk en Anderlecht verloren daar punten. Wonnen ook thuis tegen Cercle. Die niet optimale voorbereiding van Zulte Waregem in tegenstelling tot Leuven, die waarschijnlijk geen internationals miste, zal dat de doorslag geven morgen? Nee, eerst en vooral is iedereen fit. Behalve Van den Broek die een voetletsel heeft en Servie is iedereen fit. Dus iedereen heeft de kans gekregen om ook in die 10 dagen goed te kunnen werken aan revalidatie, individueel loopprogramma's, noem maar op. Nee, daar mag het excuus zeker niet liggen. Bovendien, de jongens die weg geweest zijn, zijn in volle conditie teruggekeerd. Zeker het excuus daar niet. Als we nu al zoeken naar een excuus, dan geloven we er niet in morgenavond. Het zal een moeilijke wedstrijd worden. Leuven is, ik herhaal, het is een goede ploeg. Maar we hebben ook kwaliteiten en ik denk dat we eindelijk versterkt zijn. We zijn sedert augustus zijn we versterkt. Alleen moeten we nu afwachten of dat we dat zo snel mogelijk op het veld kunnen doen. Als ervaren trainer in eerste klasse is het ook jouw eerste kennismaking met Den Dreef. Wat verwacht je eigenlijk? Ah, ik heb daar al een match gespeeld. Ik heb daar al een match gespeeld met de nationale ploeg tegen Turkije. Ja, ik weet dat het thuispubliek in Leuven een zeer aimabel publiek is, een zeer trouw publiek is, een publiek is die zich laat horen. En het is leuk, het doet mij op momenten terugdenken aan matchen wanneer wij thuis spelen. Het is een gezellig stadion, het is ook een beetje een oud stadion, zeg maar. Het is een stadion die een zekere gezelligheid heeft. En ik zou zeggen twee ploegen die kwaliteiten hebben, die verleden jaar het niet gemakkelijk gehad hebben. Leuven heeft het goed gedaan in zijn eerste jaar, maar Westerlo en Sint-Truiden zakten en Leuven en Zulte Waregem stonden daar maar net boven. Zulte Waregem heeft verleden jaar thuis gewonnen. Leuven heeft zijn thuismatch gewonnen. Dus ik zou zeggen dat het morgen een match is tussen twee ploegen die bijzonder veel gelijkenissen tonen. Leuven is ook een ploeg die veel kansen heeft aan jonge spelers, Belgische spelers. Wij proberen dat ook te doen. Dus ik denk dat er morgen eigenlijk wel veel gelijkenissen zitten in beide ploegen. Kunnen we wijzigingen verwachten in het elftal in vergelijking met de wedstrijd tegen Bergen? Oh, ik spreek mij daar niet graag over uit. Ik bedoel, we zullen wel zien. Ik heb wat ideeën, maar ik wil daar nog wat over nadenken. Dank u wel, Frankie. Hey!